Hoi lieve mensen, welkom bij deze nieuwe vlog. Super leuk dat jullie weer kijken. Ik ben 35 weken zwanger. En dit is gewoon mijn allereerste week van mijn zwangerschapsverlof. Ik ben vorige week met de verlof gegaan. En nu is het verlof dus echt, want ik ben nu dus echt niet aan het werk. Ik had gisteren normaal op kantoor gezeten. Ik had vandaag aan het werk moeten zijn normaal. Maar dat ben ik dus niet. Echt heel maf. Freek is nu ook naar de opvang. En ik zit hier gewoon alleen thuis met Choco. En het is zo, het is echt wel, ik vind het echt wel een beetje gek of zo. Want het, ja, het is echt, denk, ja, het is heel lang geleden dat ik alleen thuis was. Ik heb wel bewust voor gekozen om Freek gewoon naar de opvang te laten gaan vandaag op de woensdag. Want hij gaat maar enig in de week, dus dat is niet zoveel. En hij vindt het gewoon heel erg leuk. B, het is gewoon goed denk ik voor hem om niet te veel aan zijn schema te gerommelen. Hij is ook gewoon dit gewend. En dat is prima. Daarnaast hebben we ook gewoon een contract voor zoveel weken per jaar. Dus we betalen er gewoon voor. En die ene dag in de week kan ik gewoon echt flink even bezig in huis. En goed rusten. En dat is toch ook wel het doel van de zwangerschapsverlof. Dus ja, daarom laten we hem gewoon wel op de woensdag nog gaan. Want het geeft mij gewoon een beetje ruimte. Ik ga natuurlijk bezig met alle voorbereidingen van de bevalling. En alle voorbereidingen van ja, dat de baby komt. Ik heb namelijk het eerste babywasje in de wasmachine gedaan. Kijk, allemaal babykleertjes. Oh, ja. Dit is dus deels nieuw en deels van Freek geweest. Maar ik heb het gewoon maar allemaal gewassen. Ja, super leuk toch? Ik ga het nu even opruimen. Ik ben zelf normaal, strijk ik eigenlijk bijna niks. Gewoon al helemaal niet kleren van Freek of zo. Maar nu vind ik het wel leuk om in ieder geval die lakentjes een beetje gestreken te hebben. Kijk, er zitten zo ontzettend veel kreukels in. Gewoon een beetje jammer, hè? Kijk, dit slijt dan om je dekentje heen. En dan vind ik het een beetje heel erg lelijk zo. Dus ik ga dit wel een beetje strijken. Ja, ik kan me gek noemen. Maar nesteldrang. Laat me gewoon lekker. Maar bij Freek heb ik alle kleertjes toen gestreken. En daarna heb ik nooit meer gedaan. Zeg maar toen hij er eenmaal was. Dit is super typisch. En ik denk ook dat het hier nou nooit meer gaat gebeuren. Maar ja, die lakentjes vind ik wel even fijn. En misschien een paar kleertjes. Maar ja, ik ga even kijken. Oh, dit is een lakentje voor dat wiegje. Zo klein. Ah, kijk dan dit lieve pakje. Met het broekje. Dit mutsje. Deze ook. Heb ik van vriendin gekregen toen ik net zwanger was. Ja, wat een leuke dingetjes. Deze ook. Zo, ik heb de lijstjes gevuld voor op Freek's nieuwe kamer. Dat zou ik nog doen. Dus ik heb deze met papa en Choco. Eentje met mama en Choco. Met het gezinnetje. En met zijn andere favoriete dier, de geit. Dit is even mijn snackje van vanmiddag. Wat mango, aardbeidjes, allemaal vers en wat yoghurt. En nu ga ik heel even Netflixen, even rustig aan doen. Anders ben ik kapot na zo'n dag voor mezelf. Hoi lieve mensen. Welkom bij de donderdag. Ik weet niet of je het hoort, maar Freek is aan het wakker worden. Het is al middag dat ik begin te vloggen. Het is 3:00. Dus Freek is net wakker. Ik ga maar eens uit het bed vissen. En dan kunnen we nog even lekker spelen. Zo leuk om vandaag weer dan te zien en te knuffelen. Want dan heb ik hem echt wel een beetje gemist zo na gisteren. Ook een beetje schuldgevoel of zoiets bij mij. Van dat ik er niet met hem was, zeg maar. Even uithalen. Ik heb in één keer een vette maagzuuraanval. Dus ik neem even een rennie. Ik ga maar even rustig aan de trap oplopen. Ik doe er eventjes over. Aangekomen de eerste verdieping. Even rustig in en uitademen. En weer door naar de volgende. Hey, Freekmand. Mama is helemaal buiten adem. Ah.
Hoor jullie wat hij zegt? Hij probeert visje te zeggen, want... Ik ga het pakken, ik ga het pakken. Visje, visje. Hij vindt deze boekjes van het visje zo leuk. Kun je die hebben? Ja. Visje. En zijn vader houdt van vissen. Nou, die kan nagaan hoe blij hij is met dat zijn zoon dit nu zegt, zo ongeveer. Als een van zijn eerste woordjes. Je vindt het mooi, hè, de boekjes van de visjes. Ja, visje. Ik wil het liefst even met mama lezen. Oh, ja, een volgende pagina. Het is heel lastig met één hand, Freek. Het is een regenboogvis. Zie je dat? Allemaal kleurtjes. Wow. Mooi, hè? Ik ga het even uithalen, dan kunnen we nog makkelijker lezen. Ja, dat is een hondje. Zie je dat hondje? Woof, woof. Woof, woof. Inmiddels is het eten klaar. En Freek's portie staat al hier af te koelen. Precies hetzelfde als wij eten, maar dan een beetje gemixt. Hé, Frikkie! Goedemorgen. Hé! Het weer naar zijn fles, hè? Frik drinkt zoveel. Het is weer. Het was een hele fles op in een half uur, uur. Oeh, even zitten. Oh, hij denkt dat het allemaal maar kan. Je ligt heel bij papa. Emiel heeft vandaag de pappadag, dus die is met Freek. Ik natuurlijk ook. Maar ik sta nu even in de babykamer, want ik heb alle kleertjes inmiddels zijn allemaal schoon, opgevouwen, bijna allemaal gestreken. Nou ja, niet allemaal, maar die nodig waren. En nu wil ik de commode op een gegeven moment gaan inruimen en bedje opmaken. Nou ja, nu duurt het even voordat de baby in het ledekantje gaat, maar ik vind het toch wel leuk om het opgemaakt te hebben. Dus ik ga even deze kamer schoonmaken. Nu hebben wij een schoonmaakster die hier wel komt. Maar ik vind het toch ook wel lekker om er zelf even doorheen te gaan. We gewoon even al door al die lades heen. Gewoon even schoon hebben. Gewoon schoon. Ja. Zo, ik heb het wiesje ook even opgemaakt in mijn nieuwe lakentje. Dus die ligt er dus gewoon bij. Nice. Ik ga nu weg, want ik heb afgesproken met een vriendinnetje in de stad. Superleuk, dus let's go. Wij zijn nu bij mijn ouders met Freekie. Freek. Choco is er ook. Gewoon een beetje in de thuis spelen met het water. Kinderboerderij. Komt goed. Relaxmodus. Ben je mooi met stiltje, Freek? Met je knuffels. Dat zijn zijn oogjes. En zijn oortjes. Dat is een mooi matje, Freek. Helemaal voor jouw formaat. Plantjes aan het water geven. De plant die leeft straks niet meer. Het lastig lopen, hè? Dat is dat. Hi. Nou lieve mensen, dit is alweer het einde van deze vlog. Ik ben inmiddels weer thuis en ik wil nog even de vlog afsluiten. Jullie bedankt voor het kijken. Volgende week verwacht ik weer een hele leuke video, want we hebben de liggingsecho van de kleine. Dus ik ben heel benieuwd of de baby is ingedaald, of de baby met het hoofdje naar beneden ligt of niet. Nou ja, gaan we het volgende week allemaal zien. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker. En ik hoop jullie snel weer te zien. Doei doei!